Geld bewaar je niet in een spaarpot, maar dat zet je op de bank. En die bewaart het totdat jij het weer nodig hebt. Maar is dat wel zo? Hier in de werkplaats repareer ik het misverstand dat het geld dat je op de bank zet, daar ook blijft. Banken zijn geen gewone bedrijven. Het zijn geldverdelers. Superhandig voor onszelf en voor de hele economie. Maar hoe werkt dat nou precies? Om die vraag te beantwoorden gaan we het geld volgen. Wat hebben we daarvoor nodig? Een monopoliespel. Dan de bank. Dit is onze bank. Een ouderwetse dossierkast met van die hangmappen. In elk mapje zit een rekening van een klant van de bank. In het echt gaat dat natuurlijk digitaal. Maar hier in de werkplaats doen we het even met papier. Op die papieren houdt de bank bij hoeveel geld ze van je gekregen heeft. En wat hebben we nog meer nodig? Nou, klanten. En al die klanten brengen elke maand geld naar de bank. Dat kan van een uitkering zijn. Het kan van salaris zijn, winst uit een bedrijf of bijvoorbeeld een bankier die een dikke bonus krijgt. Dat geld krijgen ze natuurlijk niet cash. Dat gaat direct naar de bank. En de bank neemt dat geld aan en schrijft op je rekening hoeveel geld je aan je rekening hebt toegevoegd. Deze mevrouw brengt haar uitkering van 1200 euro naar de bank. De bank neemt dat geld aan en schrijft op de rekening plus 1200. Ook deze meneer brengt zijn geld naar de bank. Zijn salaris, 2500 euro. De bank neemt dat geld aan en schrijft op zijn rekening plus 2500. Datzelfde doet de vrouw die een bonus kreeg. Haar 50.000 euro gaat naar haar rekening. En de bank schrijft op 50.000 erbij. Nu zou je denken, dat geld zit daar goed. Het zit veilig opgeborgen. Maar in werkelijkheid gaat die kast helemaal niet dicht. En dat komt doordat de bank nu eigenlijk schulden heeft aan deze mensen. En om die schulden met een beetje rente af te kunnen lossen, gaat de bank met dat geld zelf geld verdienen. En dat doen ze door dat geld uit te lenen. Aan klanten aan de andere kant. Een pizzabakker wil bijvoorbeeld zijn pizzeria gaan verbouwen en gaat voor een lening naar de bank. De bank leent hem dat geld, maar waar haalt de bank dat geld vandaan? Dat komt van de rekeningen van de klanten die geld in de bank gestopt hebben. Dat geld dat bijvoorbeeld deze drie mensen net naar de bank gebracht hebben. En nu komt het ingenieuze van een bank. De bank haalt geld uit de mapjes, maar het bedrag dat op de rekeningen blijft staan, blijft hetzelfde. Het komt in kleine stapjes wel weer terug natuurlijk. Die klanten moeten hun lening stap voor stap terugbetalen, met rente. En omdat de rente die deze klanten betalen normaal gesproken hoger is dan de rente of spaarrente die deze klanten krijgen, maakt een bank winst. Het kan misgaan als er ergens in een bank minder geld binnenkomt dan verwacht. Bijvoorbeeld als die klanten die geld geleend hebben hun lening niet meer kunnen terugbetalen. Dat kan zijn als er een economische crisis is en ze failliet gegaan zijn. Dan kan de bank naar zijn geld fluiten. En deze mensen hebben de bank hun geld gegeven in de veronderstelling dat het daar veilig zou zijn. Dat het geld van hen blijft, maar dat ze het zouden kunnen terughalen als ze het nodig hebben. Maar zoals we gezien hebben, die mapjes in de bank, die zijn dus altijd bijna helemaal leeg, omdat dat geld is uitgeleend. Als nou één klant zijn geld wil terughalen, is dat niet zo erg. Dan schraapt de bank dat bij elkaar. Een bank heeft een beetje geld in reserve. Het gaat mis als meer mensen zich zorgen maken en ze allemaal tegelijk hun geld komen opeisen. Dan krijg je een bankrun. De klanten vragen van de bank het onmogelijke, dat ze allemaal tegelijk hun geld terugkrijgen. Geld dat er niet is, omdat het bijna allemaal uitgeleend is. En dan kun je beter vooraan in de rij staan dan achteraan. Want hoe eerder je je geld terug gaat halen, hoe groter de kans dat de bank je je geld terug kan geven. Tegen de tijd dat zij aan de beurt zijn, is het geld dat de bank in kas heeft misschien al op. Als dan niemand of niets extra geld naar de bank brengt, gaat de bank failliet en moet sluiten. Dat is het begin deze eeuw in Nederland gebeurd met DSB Bank. In IJsland met iSafe. En dit jaar in Amerika bijna met de Silicon Valley Bank. Zo'n bankrun, dat is de nachtmerrie van iedereen in de financiële wereld en ook van overheden. Stel je voor dat klanten van andere banken ook gaan twijfelen aan hun bank. Dan krijg je daar ook een bankrun. En dat kan niet alleen de economie, maar ook de samenleving ontwrichten. Want dan raken heel veel mensen hun geld kwijt. Daarom probeert de overheid zulke paniek te voorkomen. Hoe terecht die soms ook is. Rijke landen hebben daarvoor een soort collectieve verzekering, voor als een bank in de problemen is. Dat is het beroemde depositogarantiestelsel. Dat is een systeem dat regelt dat als een bank jou niet meer kan uitbetalen, dat de overheid dat dan doet. De gedachte is dat door die regeling mensen niet gaan meedoen aan een bankrun.
Ze stappen uit de rij, omdat ze weten, mijn geld is sowieso veilig, want ik krijg het terug van de overheid. En dat systeem werkt best goed. Maar dat depositogarantiestelsel geldt maar tot een bepaald bedrag. Per persoon, per bank. In Nederland en de rest van de Europese Unie is dat 100.000 euro. Had je meer geld op je rekening staan, dan zal de overheid dat niet of niet volledig vergoeden. En dat is natuurlijk vooral lastig voor grote bedrijven die met grote bedragen werken. Wat een regering dan kan doen, is de bank zelf redden. Een zogenaamde bail-out. De bank krijgt geld van de regering of wordt zelfs overgenomen door de regering. Daardoor gaat de bank niet failliet, raken de grote bedrijven hun geld niet kwijt en blijft de economie overeind. Wist je dat de meeste natuurbranden in Afrika zijn en dat de grootste toename in branden richting de Poolcirkel is? Ik ben Sander, natuurbrandexpert, en in de volgende aflevering vertel ik je meer over de gevolgen daarvan.